Stel dat het vandaag niet goed was, dat maakt helemaal geen reet uit, hè? Nee, het maakt zulke duels niet uit, hè? Nee. Hoe heb jij dit beleefd? Hectisch, een beetje, ja, wat... hectisch, niet goed, zeker het begin niet, eerste half uur, zoekende. Heb ik ook al gezegd. Oh, oké, laten we de analyse achterwege. 2-1 in de rust horen we, 2-1 voor NAC. Denken we kut, dat denken we niet zo fijn. Het is moederdag, dat is waar. Denken we niet zo fijn, nou dan gaan we eigenlijk op zoek. Valt er zelfs die 1-0 nog voor hun? Dan denk je shit. En dan valt het 1-1, 2-1 en toen genieten. Een feestje moet nog wel echt losbarsten, heb ik het idee. Hè? Of is het... Ja, ik denk dat iedereen het nog moet beseffen en dat iedereen op dit moment helemaal er doorheen zit. Het was gewoon een heel zwaar seizoen en vooral het einde merkte aan de ploeg ook dat het kracht kostte en dat het wel minder liep. Ja. Al 9 wedstrijden op rij niet gewonnen, maar ja. Ja, maar ja, ook niet verloren heel veel. Dus dat is een beetje ons seizoen en anders hadden we het al eerder beslist. Maar we hebben het gedaan en ja, lekker, heerlijk. Volgens mij is nog nooit sinds de invoering van de play-offs dat Excelsior er rechtstreeks in is gebleven. Dus dat zegt wel wat. En natuurlijk, we zijn op sommige fases ook gewoon niet tevreden. En dat we dingen beter wilden doen. Maar we zijn als Excelsior, als je terug gaat kijken, nu rechtstreeks erin gebleven. Halffinale beker staan. Nou, dan denk ik dat ik mag spreken over een heel, heel mooi, misschien wel legendarisch seizoen voor Excelsior. En dat het dan nu even wat minder was. Ja, dat interesseert ons dan niet zoveel.